Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De satellietfoto laat vanochtend hetzelfde zien als wat hij de afgelopen dagen al steeds laat zien. Veel bewolking boven Nederland. Uit die bewolking kan in het noordwesten vanochtend al wat regen of motregen vallen, maar de rest van het land is het nog droog. Temperaturen liggen eerst nog dicht bij het vriespunt, maar gaan oplopen. En vanmiddag wordt het dan zo'n 3 graden langs de oostgrens, 5 graden in het westen. Op de Wadden is het 7 graden. In de loop van de middag gaat het op meer plaatsen licht regenen in het westen. En vanavond breidt zich dat langzaam naar het oosten uit. Heel misschien zit er laat vanavond een vlokje natte sneeuw bij langs de oostgrens. Maar die kans is eigenlijk groter in de Duitse middelgebergte en in de Ardennen. Morgenochtend nog een laatste buitje. En daarna droog weer met een flinke zonnige periode. Temperaturen lopen verder op en kunnen aan zee zelfs 8 graden bereiken. De kou is al hecht uit de lucht. Zondag wordt een dag met veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Slechts heel af en toe breekt de zon door. En maandag en dinsdag hebben we ook temperaturen rond 5 à 6 graden. En ook dan is het wisselvallig weer, met in de nachten temperaturen dicht bij het vriespunt. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza en ik wens u een fijne Sinterklaasavond.